We staan vandaag in een mega grote trechterglijbaan. En deze glijbaan is zoals je ziet helemaal leeg. Want vandaag gaan we kijken wie het langst in de glijbaan kan overleven. En als dat lukt, dan krijg je van mij 100 euro. En dit zijn de deelnemers voor vandaag. Hey, en dit zijn alle deelnemers voor vandaag. Mees, Lars, Tim, Boas en Timo. En het is vandaag heel simpel. Als jullie het water aanraken of jullie verlaten de glijbaan, dan ben je af en maak je ook niet kans op die 100 euro. Wow, 100 euro? Ik dacht 100.000. Down. Fucking veel. Kijk hoe ver we een slinger kunnen maken. Dan ja, dat is goed. Ga jij beneden. Ik ga beneden. Tim dan, want Tim is ik ben sowieso ik ben het zwaarst. Ja, help mij. Wij zijn Tim, het zwaarst. Tim, jij moet mij vasthouden. Jullie moeten Tim vasthouden. Ja, ja. Jij moet zijn benen vasthouden. Tim, jij je voeten daar. Hou hem brood! Hou hem brood! Jongens, ik red hem niet. Maak een slinger, jongens. Meester, het is een broek geplast. Kijk, helemaal geel daar! Nou, daar gaat mee. Oh, de chaos breekt aan. Hier gaan mensen in. Daar gaan mensen aan. Daar heb je niet zo over. Ja, maar als je daar eruit gaat in. Oh! Eén belangrijk puntje. Er staat hier een camera op en het personeel is aan het meekijken. Ja. Alle naaktheid slaan. Allemaal eigen risico. Wij gaan hier gewoon weg. Je wordt je zo. Mijn vriend Klaus stroomt. Fobisch van. Kijk, dit is wat ik zie. Stel je voor dat het water komt nu ineens. Dan maak ik heel nat, ik ga weer terug. Hey jongens, willen jullie mijn breakdance-move? Ja. Ik ga jullie een workshop geven voor breakdance-move. Maar kijk, hier kunnen ze mij niet zien. Ik zie alleen mijn reet laten zien. Hey! Ik kom halen! Hallo! Hey, even centraal nou! Breakdance-move, je schopt je been en je gaat rennen. En om het kwartier krijgen de jongens een challenge waardoor het moeilijker of makkelijker wordt. Dus, makkelijker. Wacht even, niet. We zijn iemand kwijt. Wessel. Huh? Oh nee, die staat achter de camera. Oh, ik zat echt te denken. Jongens, succes. Kijk, wacht mee. Zo. Wij gaan er even vandoor. En hou ik je zo. Oh, jullie gaan er ook echt uit. We maken een stoel. Ja, hallo. Ik hou jij je haar vast. Kom maar. Ga maar. Nieuwe. Hij is weg. Was hij bijna Timo, kaal. Timo, ja. Heb je daar al water? Ga ik niet zeggen. Nee dus. Kijk. Ik pis er wel in. Kijk, hij gaat hem sowieso mee. Test even op de water. Als we moeten plassen, kunnen we dat wel daarin. Ja. Oh, fuck! Dit is wel lekker voor ons, want nu hebben de jongens daar even in, hebben wij rust. Maar je komt echt niet terug hoor. Probeer nu eens op eigen houtje terug te komen. Ja, dat denk je. Ik kan hier wel chillen. Kan je nu terug? Wat denk je zelf? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar we kunnen je nog trekken, joh. Wat ja, ik kan niet terug. Ik ga niet. Doe je. Nee, maar hoe gaan we je nu weer helpen dan? Ja, ik kom er gewoon. Hoe dan? Oké, okay, ik zit dus hier. En daar mag ik. Ik kan dus tot hier. Want verder mag ik niet, want daar is het water. Technisch gezien. En de jongens zitten er momenteel een kwartier in. En het is tijd voor de eerste challenge. En ik heb 5 ballonnen, want er zitten nog 5 deelnemers in de glijbaan. En het is de bedoeling dat ze allemaal een ballon pakken en kapot maken. En daar zit een challenge in, wat het voor hun makkelijker en moeilijker maakt. Het is tijd voor de eerste challenge. Er zit dus een challenge in en een tijd. Stop je eerder, ben je af. Voldoe je niet aan de challenge, ben je ook af. Maak me open. Wat zit er op je lip? Ja. Op mijn rechterbeen staan voor 15 minuten. Okay. Rondjes links omlopen voor 15 minuten. Hang aan de zijkant van de glijbaan voor 5 minuten. Raak het water aan. Ja, hier overal ligt een beetje nee, water. Nee, dat telt. Ja, maar je zegt, als je het water raakt, ben je af. Ja, dus maar zeg maar, het is dat water. Maar dan is je af. Ja. Dat weet ik niet, misschien kom je nog naar boven. En ik heb rondjes op de rechterkant lopen 20 minuten. Ja. Als jij dat water nu aanzet, dan kan dat niet. Nee. Linksom, rechtsom. Ben je er helemaal debiel of ligt het aan mij? Als je van boven kijkt, dan is dat toch linksom? Nee, gast! Je staat toch hier? Links, Hoop jij zo? Je kijkt toch vanaf boven alsof het een klok is en dan is toch zo rechtsom? Oké, okay, 3, 2, 1, go, de tijd gaat in. Succes! Timo, wanneer weet ik of die 5 minuten voorbij zijn? Dat zeg ik wel. Hier is water. Dat moet je aanraken. Oké, okay. Ja. Dus dit is normaal af, maar nu niet. Ja, dit moet je nu aanraken en dan... Yes! Ja, nou moet je weer boven. Wacht okay. Even naar je plek zien. Holy shit, hoe ga ik dit dan doen? Dit is wel de makkelijkste. Je moet alleen lopen, Rick.
Zo, ik word gewoon duizelig hiervan. En terwijl de jongens rondjes aan het lopen zijn, was Tim eindelijk boven. Ik sta nog steeds op één fucking been. Ik krijg een beetje kramp ook. Mees van Dam. Ja. Je bent bijna klaar. Nog 30 seconden. Kom op. Nee, en wie is ondertussen boven? Ja, Tim. Bam. Ik had het niet verwacht. Hij was na de laatste try ook al naar boven. Ja, het was echt pittig. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 en los. Nee, dat was net niet. Dat was net niet. Lekker. Oh, dit lekker was mee. Echt niet chill. Het moet ook niet bepaald makkelijk zijn, hè, voor jullie. Ja, ik sta op mijn rechterbeen. Ja, elke kwartier een challenge. Ik kan niet mee met de volgende challenge. We doen nog mee met deze challenge. Wat een gezeur komt er uit deze mensen. Het is ongekend. Dat kopje is ook gewoon allemaal ingezakt bij iedereen. Ja, maar we hebben geen zin meer, Timo! In de nagel, in de buik. Yes! 10, 9, 5. Ja hoor, al eerder. Hatsa! Challenge gehaald! Yes. Niemand anders dan jij had dit gekund. Want hij is de hardloper van ons. De rotonde loper noemen we hem ook wel. Lars, het kanonskogel onder de rotonde. Wow, hey, lekker! Even op een avontuur, meentje. De jongens zitten er momenteel een half uur in en dat betekent dat ze een nieuwe challenge gaan krijgen. En deze challenge is in het algemeen voor iedereen hetzelfde. Ja, want de jongens hebben nu heel lang zonder water in de glijbaan kunnen zitten. En wat is nou een waterglijbaan zonder water? We gaan het water aanzetten. Ik heb dus denk, misschien heb ik geluk, anders heb ik ongeluk. Ik ben hier lekker naar boven gegaan. Het is tijd om de glijbaan aan te doen. We kunnen ze allemaal in de gaten houden. Gewoon deze, toch? Ja, hij is nu aan. Heb je aan? Oh, ik zie nog geen water. Nee, het duurt er ook even. Hij gaat aan. De glijbaan gaat aan. Succes, jongens! Succes! Succes! Kom je mees? Nee, ik zit hier goed. Ah, hij gaat aan! Ja! Oh, Lars, die gaat er zo uit door het zagrijn. Nee, nee. Water is wel echt lekker in tegenstelling tot als jij. Ja, jij bent niet nat, dus boeit niet. Ik moet mijn been naar de binnenkant en jij dan zeten. Zo. Ja, ik lig hier wel lekker. Ja, en één voordeel als je zelf niet meedoet met de video, je kan lekker spelen. Oké, daar wil je dus niet in, maar hier hebben we ook een gat, daar kan je wel in. En Lars is volgens mij onderweg naar boven. We gaan even kijken hoe ver die is. Let's go! Yes! Het is tijd voor de volgende challenge en het is heel simpel. Je mag alleen nog maar op de kleur groen blijven staan. Raak je het witte aan, ben je af. Oh, let op Boris, let op. Ja? Gaan wij even lol maken. Wij kunnen nu hier langs glijden. Wat? Kunnen ze onver vloepelen. Oh, jij kan springen. Hij zegt van springen wel. Jij gaat zo met die dan. Hier gaat. Waar kom je naast je? Oh, dat was echt heel safe. Ja. Lars is zojuist aan het plassen. Hey, ik hou het blok hier. Wat? Maar kijk, let op. Het is zo. Heel goed bloedstroom. Oké, ze zitten er nu 3 kwartier in. En het is tijd om ze te verwennen met wat eten. Oh, hebben jullie dit vaker gedaan? Mooi. Hey, zo. Hey, hey,
Oh, de... Nee, zout. Nee, en eten. Dat is wel een probleem. Het is een snackmix en ik ben vegetarisch. Echt? Ja. Nee joh. Ik ben koud op frikandellen en zo. Kijk eens jongen. Niet vallen hè. Hey, pas even op. Niet vallen, want anders spreekt je hele zooi door. Ik heb hier nog kattoe. Oh, lekker. Zo fucking veel frikandellen. Er komt nog een bak aan hè. Jongens, jullie mogen de kleuren weer aanraken. Ja? Ja. Lekker aanraken. Lekker. Ja. En de jongens zitten er inmiddels een tijdje in, maar het duurde me allemaal veel te lang. Dus had ik een nieuwe regel. De jongens mogen vanaf nu niet meer stilstaan. En doen ze dat wel, dan zijn ze dus af. Dus in beweging blijven. Succes. Nou wordt het pas leuk. Vallen is af. Stilstaan is af. Ik heb geld krijgen als ik nu mensen tackle. Wij kunnen ook dat rond rollen. Zet ik deze even hierboven? Ik ben even in onderhandeling met mijn compagnon. Ja, ja, tientje. Tientje? Tientje? Ik wil hem zelf uitkopen, kan dat? Nee, nee! Ja, dat zijn er twee. Wat een homo. Ja, wat een fuck. En hoewel omkopen niet in de regel staat, zijn Lars en Tim duidelijk allebei af. Zullen wij dit ook doen? Ik zei wel, vanaf nu wordt het moeilijk hè. Jongens, gaat het nog goed? Ja, prima hoor. Ik heb nu eigenlijk twee keer dezelfde opdracht, want net als ik rondjes aan boven en nu weer. Ik ga winnen. Hey. Ik begon deze challenge toen ik erin ging. Ik ga echt niet lang dit doen. Jullie hebben allebei een wedstrijd en zijn ook al. Ja, kut zo. Deze en ik zeiden aan het begin van de video allebei, we hebben geen zin, we gaan niet winnen. Wij lopen hier nu samen. Oh, Timo. Timo is inmiddels ook af en er zijn nog twee deelnemers, Boas en Mees. Jongens, oppassen hè, en dan ga je wat een paar uur. Maar ik ga even zien, dus Timo was gewoon heel dom bezig. Boas en Mees. Ja. Vanaf nu mogen jullie alleen nog maar liggen. Ja? Oh, en ook alleen stoppen maar. Stoppen met lopen. Ja, je mag stoppen met lopen en alleen nog maar liggen. Ja, in het water. Oké, Boas en Mees. Jullie mogen gaan staan. Ga maar staan. Vanaf nu moeten jullie rondjes blijven lopen, maar de binnenste cirkel mag je niet meer gebruiken. Als in de witte. Ja. Ah, mooi, dat is toch wel mooi. Let's go. Het tempo moet ietsjes omhoog. Ja, dat ga ik niet. Jongens, jullie zijn al mooi aan het rennen. Je mag niet meer stoppen met rennen. Kijk wat zo snel. Ja, doorrennen Boas, doorrennen. Ik weet niet meer wat hier gebeurt in deze glijbaan. Hey, wat op joh. Stoemert tegen. Oh, oh. Dat is een bal. Ja, dit is Lars. We hebben Lars en Lars is onze hardloper. Word je ingehaald? Ja, oké. Okay. En wat ga je Lars inhalen? Niets. Harder jongens! Harder, ik kom voor jullie! Hallo! Oh. Oh, je moet rennen! Je moet rennen, Boas! Oh, wat
zijn we aan het doen, man? Oké. Okay. Ja, daar gaan we. We nu alleen nog de buitenste cirkel. Buitenste cirkel. Buitenom. 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 Stap naar achter. Als je uitsluit, nou gaat het weer maar. Stap naar achter. Ja, ja. Waar is geld? Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Doe een duimpje omhoog en dan zie ik jullie weer terug bij de volgende. Ik wil Marveld heel erg bedanken voor het lenen van deze glijbaan. En jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie gewoon weer terug bij de volgende video. Doei!